Morgen, het is zondag en het is, mag je even tellen? Vaderdag. Vaderdag. Dus we gaan een ontbijtje maken en we gaan mijn papa wakker maken, hè? Die ligt nog te slapen. Ja. Ja. En ik ben lekker onder mijn deken. Ja, Sarah is lekker even onder de deken gekropen. Kom maar mee. Wat heb je voor papa allemaal gemaakt? Heel hard. Met een hartje. Dit is een vestje. Kijk maar. Er zijn honderden duizenden papa's op de wereld. Daar zit hem heel, heel liever bij. Maar geen papa's op de hele wereld is zo leuk en lief. Als jij. Ah, wat een lief vestje. Ik heb een heel mooie. Je ziet het al. Kom maar even pakken. Het zijn sokken. Wow. Ik heb ze ingekleurd. En deze. Uit. De oogzie. Wat staat hierop? Happy sokken. Gemaakt door Sarah. Die gemaakt ook. Kijk eens. Een vaasje. Ja. Oeh, heel elegant. Ja. Dat is fijn. Kijk ik zo. Nee, gewoon voor als die op is. Heb je al niet waar. Super fijn. Die deze. Echt mooi. Die doen we tussen eten en naast wat heel zachtje. Ja, ik heb te krussen hier. En deze shirt. Deze shirt. Vind je hem niet leuk? Mooi schat. Ik heb hem ook echt zelf gekozen. Heb jij hem zelf gekozen? Ja. Ik ben aangekleed en een beetje opgemaakt. Ik heb dit shirt aan van Friends Connection, broek van Maison & Scott. En mijn Guess sneakerwatches. En ik heb mijn Nike. Ja. En we allebei witte broek, allebei witte sokken. Ja. En ik Hier heb je flamingo shirt, waar is die eigenlijk van? Ik weet het eigenlijk niet eens. En deze leuke dingetjes daarvan. Calamino. Ja, met vriendjes eraan. Ik weet het niet. Het is iets wat we nog nooit hebben gedaan. Gaan we indoor skydiven? Nee. Ja. Dan weet ik het niet. Ahoy! Spannend. Wil je ook nog wel even gaan zitten? Waar ga je zitten? Ga maar zitten. Even een pak aan. Kom zo weer terug. Kom maar hier even zitten. Daarna doen we het pak eromheen. Dan gaan we even kijken hoe het zit. Komt-ie? Kind verdwijnt in het pak. Hoppa. Nee, dan moeten we de andere kant op, hè, van die mensen. Hé, niet op ons schieten, hè. Kom, zeg maar. We zijn een team, hè. Ja, ik denk, kom, alles, hè. Kijk aan. Het is
Sarah die rent van hard. Ik heb haar geraakt. Waar is Sarah? Ik heb hem hier. Waar we naartoe gaan. Lekker eten. Papa, waar gaan we eigenlijk naartoe dan, denk jij? Ik denk dat we naar de Kentucky gaan. Het is vlak bij de Kentucky. De McDonald's? De McDonald's dan, ja. Nee. Het is in de buurt. Oh, Watertuin? Nee. Deli Frans? Nee. Ik kan heel veel donuts eten. Wat dan? Want het is niet dat. Wat is het niet? Wat denk je dan? New York pizza. Nee, waar we gaan eten. De Burger King. Nee. Dan weet ik het niet hoor. Ik weet niet wat er voor de rest in de buurt zit. Doe je oren eens dicht. De Burger King ga ik eten. Doe het maar weer terug. Oh. Ja, je mag zelf. Je mag zelf. Ja? Dan ga je zo wel welke. Verder is het genoeg van ons. En nog het outfit laten zien. Deze jurk van volgens mij van de Cool Cat. Mama Jo van de Hema, denk ik. En Nike. Hier komt van de 5th of 6. En we zijn heerlijk ongezond aan het Burger King eten. Ongezond? Ja, dat is best ongezond. In je milkshake. En ik heb deze. En vroeger hadden ze dit eigenlijk, zeg maar, bij de McDonald's. En dat bestaat niet meer. Dit is met appel. Het is zo lekker. Ja, pik jij nou gewoon van mij? Dat is erg, zou ik niet meer heet van mij. Beetje lekker. Met appel in, hè? Dat is echt heel lekker. Oh.
Heb jij dat gedaan? Maar jij hebt een witte toet. Je zit allebei onder het ijs, alleen ik nog niet. Papa ruikt. Nee, nou trap ik er niet meer in. Mama, nee, ik ga niet ruiken. Nee. Ik ben niet gek. Nee, ik doe het niet, maar. Hij gaat lekker. Daar. Hier, nee, hier gaat hij echt lekker, Sarah. En hier ook? En daar? Hier, hier, kijk, hij gaat echt lekker. Als je hem nou even omdraait, kan je er wat beter bij. Daar, zie je? Nee. Vandaag weer best wel slecht gegeten. Dus ik ga nu even nog wat gezonds maken. Om het een beetje proberen goed te maken. Oh ja, en ik moet even zeggen, dat bakje een beetje klaarmaken voor morgen. Dat zou ik gewoon bijna vergeten. Echt, door die studiedagen en feestdagen ben ik echt gewoon zo verschrikkelijk de routine gelijk kwijt. Het slaat echt helemaal nergens op, maar het is zo. Dus ik ga even aardappeltjes maken en een bakje een beetje verzorgd klaarmaken. En dan ga ik ze ook lekker nog even een beetje in. Want ik ben wel echt moe van vandaag. Laser game is echt wel leuk. Ik had het echt nog nooit gedaan. Maar ik ben er zo kapot van. En we waren alle drie daarna wel echt dat we dachten van zo, dit is best wel zwaar. We waren ook echt heel erg fanatiek. Maar dat maakt het ook wel een stuk leuker. Ik heb lekker aardbeidjes. En ik snap gewoon echt niet waarom ik dit de laatste tijd zo weinig eet. Want ik vind dit zo lekker. Ik moet gewoon meer maken. Want als ik het eet, vind ik echt top. Ik ga nog even snel één vlog editen en dan lekker slapen. Ik ben klaar, dus ik ga lekker mijn bedje in. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en een duimpje achter te laten natuurlijk. En zie ik je morgen. Doei!